Training STS stimulans voor toerisme sector. Geen mededelingen over voortgang herwaarderingsprogramma. En Nederlandse rechter verbiedt staking KLM personeel. Dames en heren, goedenavond. Dit is het STVS-journaal op donderdag 11 augustus. De diversificatie van de Surinaamse economie zal vroeg of laat moeten plaatsvinden. In dat kader heeft de Stichting Toerisme Suriname vandaag aan 16 deelnemers een certificaat uitgereikt. Deze hebben meegedaan aan de drie dagen durende training Course on Tourism Statistics. De training is verzorgd in samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, ABS. Directeur Ivan Snow staat stil bij het belang van deze duurzame relatie en geeft aan dat het een win-win karakter bevat. We krijgen zo eigenlijk allebei wat we willen. We weten dat we een gap hebben wat betreft de samenstelling van statistieken. Je probeert natuurlijk een zo groot mogelijke dekking te hebben. Goede toerisme statistieken die zorgen ervoor natuurlijk dat wij ons gat dichten. En aan de andere kant krijgt de Stichting Toerisme Suriname natuurlijk ook wat ze wil. Namelijk dat we dus echt kunnen laten zien, dat is de bijdrage van de toerisme sector. En als je dit klein beetje investeert erin, ga je zoveel eruit halen. De participanten hebben enkele belangrijke begrippen meegekregen voor het kunnen samenstellen van toerisme-statistieken. Er moet niet alleen gelet worden op het aantal toeristen dat ons land bezoekt, maar op de totale toerismeontwikkelingen. Trainer Akmat Tantowi uit Indonesië blikt tevreden terug op deze training, die tegelijk voor hem ook een uitwisseling was. Ja, yeah, I'm very satisfied with the participant because they share what is the condition, the statistic data in Suriname, and I can share my self experience in our country how to compiling tourism statistic in our country, and I can suggest how to collect the data for the tourism statistic, not only in visit tourism statistics, also in about the domestic and also outbound tourism statistics in Suriname. Tijdens de uitreiking is steeds naar voren gekomen hoe belangrijk cijfers zijn om goed beleid te kunnen formuleren. Dus ook voor de toerismesector. Gerold Vismalen van Stichting Toerisme Suriname benadrukt het belang van samenwerking in het opkrikken van deze sector. We kunnen het niet alleen meer doen, we moeten het samen doen. Dus men zegt samen met andere, ook andere stakeholders, organisaties die ook in de toerismesector zitten. Want vroeger probeerde SES al de zaken alleen te doen, maar het lukt niet. Je moet gaan samenwerken met andere organisaties. En belangrijk is, iedereen, de regering, die man, ze altijd kijken naar die meestal naar de goudindustrie. Aardolie, goud, dat was het altijd. Maar toerisme is ook een industrie die zodanig die potentieel is en waarbij de regering behoorlijk ook aan kan verdienen op een jaarbasis. En een behoorlijke bijdrage kan leveren aan de Surinaamse economie. We spraken twee van de deelnemers. Zeer leerrijk. Natuurlijk, de instructeur gaf ook voorbeelden van hoe het in Zeeland, dus Indonesië, allemaal aan toe ging. En natuurlijk ook een beetje een eye-opener voor ons. Vanuit eigenlijk iedereen zijn eigen professie, zijn, natuurlijk zijn werk. Om natuurlijk input te geven aan deze research unit. En ja, dat is zo'n beetje. Wat voor mij belangrijk was, is eigenlijk het meten van die employment, het deel van die employment in de toerismesector. In de toerismesector. Dus dat was voor mij, maar het was heel interessant voor mij om te weten de verschillende delen van toerisme. Welk deel kan het geven in de economie en de voorbeelden van Indonesië. Dus het was gewoon terrific. De training was succesvol volgens het ABS en de STS en was een schenking van de Turkse organisatie SESRIK. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MINOC, kan er nog niets gemeld worden over het herwaarderingsprogramma. Volgens Natasha Benanon, directeur MINOC, is er nog geen rapportage binnen hoe de voorbereidingen van de implementatie van het herwaarderingsprogramma verlopen. Per 1 oktober 2016 moet het herwaarderingsprogramma een feit zijn.
Wat zij kan melden is dat er een verdeeldheid is binnen de commissie. De commissie bestaat uit de leden Ernst Wever, Binnenlandse Zaken, Regina Tolen, MinOC, Joy ten Berge, Financiën, Sunario Mustaja, Arbeid, Marisa Meijer-Vals en Ricardo Kenswil, Fibos. Als secretaris en tevens lid is Monique Brown toegevoegd, terwijl Eddie Josefzoon zal fungeren als adviseur van de commissie. De voorzitter van de commissie, Erik Banel, was niet bereikbaar voor commentaar en gaf aan pas de komende week te zullen reageren. De kindjes van leerjaar 1, kleuter A van de Aria de Waker scholengemeenschap, kunnen al een aardig mondje Engels praten. Dit is mogelijk doordat het afgelopen schooljaar een pilotproject Engels is gestart door Stichting Leren voor een Goede Toekomst samen met Stichting Aria de Waker. Hallo, my name is Marvelous and I'm here to tell you a story. Het project draagt de naam The English Parrot Special Program. Monique Brown, methodeontwikkelaar, zegt dat het programma is opgebouwd uit thema's. Dit is een pilotproject. We zijn het afgelopen schooljaar begonnen. Het is zo dat de Stichting Leren voor een Goede Toekomst een methode heeft ontwikkeld. De leerkrachten zijn toen getraind en ze hebben de lessen verzorgd op de scholen. Vandaag hebben de leerlingen gepresenteerd wat ze het afgelopen schooljaar geleerd hebben. En de methode is opgebouwd uit thema's. En deze thema's zijn eigenlijk dezelfde thema's die ze ook krijgen bij de Nederlandse kleutermethode. Good morning. Yes, can I have a word with you? We zijn begonnen bij de Aria de Waker scholen. Ergens moet je beginnen en je begint klein. En ik mag zeggen, dit is heel geslaagd. De bedoeling is dat het landelijk wordt overgenomen, maar dat is een aangelegenheid van het ministerie. En ik denk dat wij een hele goede job hebben gedaan het afgelopen jaar. En dat het ministerie wel hiernaar mag kijken. Hanuman Sunder Persat, de voorzitter van de scholengemeenschap Aria de Waker, geeft specifiek aan dat deze pilot niet vanuit het ministerie van Onderwijs afkomstig is, maar van Stichting Aria de Waker. Dit project is een baby van scholengemeenschap Aria de Waker. En binnen het bestuur hebben wij het verleden bekeken, we hebben het heden bekeken en we hebben de toekomst bekeken. En als wij kijken naar het verleden, dan vind ik dat die mensen die toen de tijd onderwijs hebben gehad, dit is een omissie geweest van het ministerie van Onderwijs, oftewel zeggen van het land zelf. Als wij vanaf het begin weten hoe belangrijk Engels is voor ons leven, als je zegt regionaal en later ga ik checken mondiaal, dan hebben wij gezegd dat wij die boom nu gaan planten in de tegenwoordige tijd. De kinderen hebben verschillende thema's uitgebeeld, zoals traffic, party en animals. Er was ook een storytelling en een sketch van leerkrachten. Ouders, grootouders en leerkrachten genoten van het optreden van de kids. Het is de bedoeling dat elk jaar een nieuw leerjaar kennis maakt met Engels. Er zijn al gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over deze materie. De Europese Unie heeft de Engelse taal uitgeroepen tot lingua franca. Dat betekent dat bij elke internationale conferentie Engels als voertaal wordt gebruikt. Daarom is het nodig om Engels nog meer te stimuleren in Suriname, besluit Monique Brown. VWO 4 heeft dit jaar toch een redelijk goed slagingspercentage.
79,1%. Deze week vond de diploma-uitreiking in de congreshal plaats onder grote belangstelling van ouders, vrienden en familie van de geslaagden. U ziet de volgende fragmenten van de avond. Het was niet voor een ieder altijd even makkelijk om dit resultaat te bereiken. Soms onder heel moeilijke omstandigheden, sociale problemen of het kan ook voorkomen dat je problemen hebt met bepaalde docenten. Maar het was de moeite waard. Je diploma is je toekomst. Velen zullen verder studeren, anderen zullen gaan werken. Het advies dat ik aan jullie wil meegeven, blijf studeren. Want intussen is de markt met VWO-geslaagden dus vol. Een VWO-diploma is dus niet voldoende geslaagde. Je moet verder studeren. Wil je niet overgeslagen worden bij een promotie of een benoeming? Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat er meerdere mijlpalen in jullie leven zullen zijn. Ook de oudercommissie van VWO 4 heeft in deze een belangrijke rol vervuld. Zij werden bedankt voor hun ondersteuning en vanuit de commissie werden er presentjes aan de geslaagden gegeven. Namens de oudercommissie willen jullie dit aanbieden. Het is een bijzondere taak, aangezien wij ook meehelpen om onze studenten te vormen. Met één doel waarvoor we hier zitten onder andere, dat ze allemaal de eindstreep halen. Uit de woorden van de directie hebben wij begrepen dat de ouderencommissie een bijdrage heeft mogen leveren voor het behalen van dit slagingspercentage. En dit slagingspercentage is ver boven het gemiddelde. Ik heb net begrepen dat het iets van 79,1% is. En dat is heel hoog. Heel hoog, geweldig. En daarvoor zitten wij allemaal hier als de schooldirectie en de oudercommissie, maar ook de studentenvereniging. Met dit resultaat worden wij als oudercommissie nog meer gemotiveerd om de directie te ondersteunen. En ook deze student is niet door de oudercommissie vergeten. Namens de oudercommissie feliciteer je van harte en wens je heel veel succes verder. Alsjeblieft. De uitblinkers tussen de geslaagden kregen extra waardering voor hun inzet en prestatie. Nu een welverdiende vakantie voor de geslaagden, maar daarna zullen zij zich wederom inzetten voor hun verdere studie. Voor Nederlands heeft hij een 8. Voor Engels een 8. Voor wiskunde 1 een 10. Voor wiskunde 2 een 10. Natuurkunde 9. Scheikunde een 10. Biologie een 9. Totaal aantal punten 64. Danito, gefeliciteerd en heel veel succes. Wel, ten eerste, met zulke resultaten maak je een statement voor datgene waar je naartoe gaat. Voor je vervolgstudie, zodat mensen zien dat jij het kan en dat je ervoor gaat, dat je serieus bent. En dat je tijd opoffert en dat je inspant voor datgene wat belangrijk is en je doel. Je weet dat heel veel jongeren nu naar je kijken en denken van, hoe kom je aan de cijfers? Wel, ten eerste, het is geen makkelijk ding. Het is wel veel inzetten. Echt wat ze zeggen, wat de leerkrachten zeggen, elke dag huiswerk maken, elke dag wat lezen, is echt belangrijk. En niet een dag van tevoren beginnen met studeren, maar begin wel ruim van tevoren. Misschien 2 weken, 3 weken zelfs, zodat je echt je uiterste best kan doen en beste resultaten kan behalen. Wat zie je verder nog als studiemogelijkheid? Wel, voor mij persoonlijk, ik ga naar de medische faculteit, geneeskunde studeren. En ik heb vele klasgenoten die ook hetzelfde gaan doen. En die ook technisch gaan, die naar het buitenland gaan. Dus eerlijk gezegd, als je je best doet, zijn er echt veel mogelijkheden, dus ga ervoor. Het programma van de avond werd verder met muziek van de schoolband opgevuld. En daarna werd er in elke hoek van de congreshal een foto met de trotse geslaagden gemaakt. En dit was het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.